Dus ik heb nu mijn oude laptop voor ongeveer nu, nou ja, kun je het zeggen oud, ik weet niet. Maar hij is nu 3 jaar oud, technologie gaat natuurlijk hartstikke rap natuurlijk. Laatst is er de nieuwe AMD Ryzen is uitgekomen, wat best wel krachtige processen zijn. En mijn laptop begint wel een beetje achter te lopen. Ook omdat natuurlijk in mijn laptop geen Max-Q videokaart in zit, maar gewoon een normale GTX 960M. En die is niet zo heel geweldig, heel denderend. Maar uiteindelijk wou ik even kijken, want eigenlijk game ik dan met mijn laptop. Ik ben alleen bezig met video editing een beetje, Photoshop en Illustrator en InDesign, dus nooit echt games. Dus ik dacht, weet je wat, je hebt nu ook Call of Duty Warzone, je hebt Escape from Tarkov en PlayerUnknown Battlegrounds. Ik dacht van, why the fuck not, ga het gewoon lekker testen, kijken hoe het op mijn oude laptopje doet. En je kan ongeveer een beetje verwachten, als je zo'n laptop zou halen met dezelfde specificaties, ben je ongeveer €400 kwijt. Wat ik absoluut niet wil, is mijn resolutie verlagen. Want dat is gewoon kut. Je gaat gewoon niet lager dan een Full HD resolutie spelen. Want dat is echt gewoon beroep. Dat doet niemand. Nou, waarschijnlijk doen de mensen dat wel. Maar ik wil dat niet. Dus ik ga alleen even testen op Full HD. En kijk ik of het misschien wel een beetje goed draait. Wie weet, hè? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk best waardeloos. Dus ik heb nu mijn laptop opgestart. Mijn laptop gaat een beetje tekeer. Wat een beetje een vliegtuig wordt het een beetje langzamerhand. Het wordt best wel luid. Maar hij is aan het laden. En ik heb al geen vertrouwen meer in. Want ik speel nu op low setting. 1080p. En hij draait nu in de lobby. Op een prachtige 30 fps. Voor sommigen, natuurlijk, voor sommigen zal het wel prima wezen. Maar 30 fps, kom op. Je gaat natuurlijk naar een PC. Je wil per se gamen om meer dan 30 fps te krijgen. Niet zo'n lullig... Ik zit dus nu in een game van de Battle Royale. En hij draait nu op 40 fps nu, dan 30 als ik een beetje bij de drukke gebieden ga. En ik ben al dood. Ik snap echt niet, want je hebt wel van die zware games. Of van die nieuwe games. Dan denk ik van wow, het ziet er vet uit. Maar uiteindelijk als je lage settings gebruikt, dan ziet het er nog zelfs slechter uit dan CSGO. En dan draait het ook nog veel rukker. Het kan. Ik weet het ook niet. Maar we zitten nu in een vliegtuig met een mooie 16 fps. Ga maar eens naar die fps. Ik vind het een prachtig plaatje. Hier word je wel vrolijk van. Oh man, als ik dit weer zie, als ik... Man, ik krijg hier slapeloze nachten van, denk ik. De huizen zien er ook gewoon fantastisch uit. En kijk die schaduw. Kijk eens jongen, hoe mooi, hoe blokkerig. Het is alsof ik Minecraft speel. I love it. 30 fps nog steeds, solid 30 fps. Dus dit is een beetje de speelervaring wat je hiervan kan verwachten eigenlijk. Oeh, daar is hij. Oei, jij, Mies. Oké, nou, ik ben dead. Nou, dat was het alweer. Ja. Maar, Gulag. Gulag is een kleine map. Is dus we zeggen, het zal beter draaien. Nou, als we hier zo tegen de muur op kijken. Hier, 70 fps. En dan zitten we hierin. 23, 32. Oh, 32. Oh. 30 fps nog steeds. Ah, ik ben geflashed. Oh, you fucker. Die man. Kom hier. Weet je, ik pak gewoon een granaat. Gooit onze poten. Oh, ik heb hem gehit. Ah. Oh. Gulag Meister. Ah, jongen. Wat? Maar goed, dit is een beetje het idee. Wat je kan verwachten als je veel resolutie speelt op deze laptop is dus dat je ongeveer 30 fps krijgt. Oftewel, gewoon niet doen. Want het is gewoon een helse ervaring. Ten eerste ziet de game er gewoon niet uit. En ten tweede, het draait gewoon kloten. Dus, don't do that. Oké, we gaan over op een volgende game. En hier heb ik eigenlijk nog minder hoop in. En dat is Escape from Tarkov. En dat spel draait al ontiegelijk slecht op mijn eigen computer al. Dus... Confidence. Ja, ja. Holy shit, kijk die FPS. Oh, 40. Mijn god, ik verbaas me er best wel over nog. De detail is niet echt te vinden hier. Maar het doet 50 FPS, wat ik nog best wel verbaas. Heerlijk wel, dat is nog wel redelijk. Best wel smooth. Ik zou hier nog op zich mee kunnen gamen als het op mijn PC was. Dus niet op een laptop. Ik vind de laptop zelf eigenlijk verschrikkelijk om op te gamen. Je moet er maar net van houden. Oh shit. Oh, ik had enemies zoeken op lip. Ah, ik mis ook alles. Ah shit. Oh, hij piekt zo. Oké, mister. Welkom to mijn Makarov. Kom, piek je hoofd. Oh, hallo. Ik heb hem ook nog. Hey ho, what's poppy? Ja, lekker lang zoeken. Holy shit, dat ding is vol. G-phone? My man, this guy is the loot. Ik wil hier weg. Ik heb nu best wel redelijke loot op zich. Ik ben blij.
Niet als ik dood ga. Dat is weer een ding. Ik heb er zo'n hekel aan. Dat je dood kan gaan. Why? Safe room, railway. Railway, dat is niet de plek. Oh, ik moet naar de andere kant toe gaan, denk ik. Ja, ik zie geen zaak. Holy shit, het is donker. Maar de FPS is goed. I like it. Ik verbaas het best wel over, want Tarkov runt echt waardeloos op mijn PC. Doet het hier nog best wel redelijk. Automatisatie is gewoon ruk eigenlijk voor het verschil, I guess. Hopelijk is dit Scav Camp. No, I have to go to the, all the way to the other side. Oké. Okay. Shit. Oh, yes. Ja. We doen dit even. Lekker pik, hoppa. Oké, dus Tarkov. Ik zeg, zou jij het plausibel vinden? Ja, het kan op zich wel. Ja, op zich wel, ja. Dat ging nog redelijk, beter dan verwachting, absoluut. Dat bleef wel rond de 40 fps zitten, soms misschien even lichtjes naar 30. En soms ook wel weer juist naar de 60. Dus ja. Jongen, ik die loot, jongen. Moppatski. We zitten in een game en alles op laagste settings op 1080p. En we hebben 60 fps. Holy shit. En op zich ziet het niet eens verkeerd uit. Of tenminste, als je het vergelijkt met fucking Warzone, hoe die eruit zag. Mijn god. En daar hadden we 30 fps op. En PlayerUnknown Battlegrounds. Gewoon eventjes 60 fps, hé. Ja. Kijk eens, jongen. Nu zit er een vliegtuig. Kijk hoe mooi die omgeving is. Wauw. Begint dan met de backpack. Blijkbaar is dat nieuw. Dat wist ik niet. Maar we gaan even voor de auto. FPS is... Ah, past het is tussendoor. Ik weet niet wat dat is, dat de game of dat het laptop is. I have no clue. 60 FPS, blijft die helemaal rond zitten. Ik verbaas me er best wel over. We gaan wel... Waar gaan we heen? Mel, gaan we heen? Ik ga wel naar de stadje toe, want ik heb toch niks te doen. Het blijft al wel toch goed met de FPS. Dus ik niet zo het stadje inrijden. Wat heb ik dan? Zit ik op 40 FPS... Oh. Ik was vergeten dat dit geen Call of Duty Warzone is waar je gewoon uit kan stappen. Al in al doet het op zich best wel keuren. 60 fps buiten de steden en als je ongeveer een beetje in de steden komt, komt het bij de 40. Ik verwacht dat ook binnen de steden een beetje 30 gaat. Uiteindelijk, je zou het kunnen spelen. Als je ietsjes je resolutie verlaagt, zou je misschien nog een best wel smooth experience kunnen hebben. Zou ik het zelf willen? Zo spelen? Nee, niet echt. Dan zou ik gewoon lekker deze game ook aan de kant laten staan, net zoals Warzone. En dan zou ik meer de lichtere games oppakken, wat we nu dus gaan testen. Want we gaan CSGO testen! Woehoe! Ik zie de muis iets draaien, mee. Hij is... Oh, oké, hij sluit gewoon af. Waarom loopt alles zo... Oké. Als je misschien een tweedehands laptop koopt, koop gewoon niet deze dan. Dat kijk je dan. Koop gewoon, ik denk dat het sowieso niet echt een aanrader is. Koop gewoon lekker een nieuwe laptop. Eentje met minstens een GTX 1050. Dan. Ik weet niet wel de reden weer waarom ik nooit meer op... Laptops game, eigenlijk game. Koop gewoon een desktop, weet je. Fuck it. Dan kun je veel betere performance hebben. Oh nee, ik ga erin. Ja. Wie zal ik worden? Ik tot de Risto worden. Oké. Dus nu speel ik medium op 1080p settings. Hij stuttert enorm. Oh mijn god. Maar al in al, kijk die FPS counter. 112 hier, ik wacht hem even op. Ah, nee, hij stutterde net. Ik weet niet waar de stutters vandaan komen. Ik heb de graphics drivers heb ik allemaal geüpdate. Maar oh, het doet best aardig nog daarnaast. Ik gok als je gewoon een laptop koopt tweedehands. En hij is niet zo verkrekt als die van mij. Dat je dit gewoon mooi op medium settings kan spelen. Op 1080p. Want het laagste punt wat hij een beetje bereikt heeft is iets van 65.
En nu heeft hij ook gewoon 60 fps of 100 fps zelfs. Dus op zich doet hij het best wel redelijk. Oh, oh, don't attack me, chicken. Jij komt ook bij mij in de army. Follow in, my leaders. My squires. Don't kill my chickens. Oh, ze zitten gewoon vast. Ik gok dat ze gewoon vast zijn. Hier zitten heel veel enemies. Oké, laat maar zitten. Ik krijg nu ongeveer wel het idee. CSGO is niet een aanrader op deze laptop. Maar je kan het wel spelen op een GTX 69M. Dus als je een andere laptop zou halen dan deze, dan zou je op zich CSGO heel goed kunnen spelen. Had ik op zich ook al verwacht. Oké, dus dat waren een beetje de games die ik wil uitproberen. Voornamelijk de zware games zou ik uitproberen op deze laptop. Kijken of je echt alle games aan zou kunnen. Tarkov verbazingwekkend ging best wel goed eigenlijk. Ik had het echt niet verwacht. Dat ging op zich best wel soepel. Vaak 50 fps. Soms wat dipjes naar de 40 en soms enkele dipjes nog naar de 30. Maar op zich best wel goed speelbaar. Games zoals Call of Duty, Modern Warfare en met Warzone en met PlayerUnknown's Battlegrounds was eigenlijk gewoon wel een beetje matig. PlayerUnknown's Battlegrounds, beter natuurlijk dan Call of Duty. Maar nog steeds niet perfect. Je zal nog steeds 30 fps krijgen. Het zal af en toe wat naar de 40, 50 gaan. Maar Tarkov speel is zelfs nog beter dan PlayerUnknown, wat ik best wel verbaasd over. Maar al in al zou ik het aanraden €400 computer te kopen, een tweedehands, voor gamen. Als je een GTX 69M heeft, ik weet niet. Ik voor mezelf zou ik dat niet doen. Ben jij iemand die meer games zoals CSGO, League of Legends, Dota 2 of Path of Exile of World of Warships of Rocket League spelen bijvoorbeeld? Dan zou een laptop zoals dit perfect voor jou wezen. Want deze laptop kan eigenlijk al die games wel op medium draaien. Alleen bij de zwaardere games, en je weet wel wat de zwaardere games zijn natuurlijk, zoals Call of Duty en Battlefield bijvoorbeeld waarschijnlijk, ook zal het allemaal net niet zo lekker liggen. Dus dat, je moet zelf weten of je eentje koopt. Ik zou zeggen, doe het niet. Wacht anders even tot er misschien wat meer nieuwe laptops weer komen, want er komt weer een hele reeks van AMD aan. Met mooie laptopjes. Dus waarschijnlijk gaan er weer een aantal laptopjes weer goedkoper worden. Dus wacht anders daarvoor. En anders zou ik zeggen, koop eentje met de Max-Q videokaart. GTX 1050, 1060, so on. En dat dus. Ja. Nee, maar ja, dat was dit video. Dankjewel voor het kijken. Like als je het leuk vond. En ik zie je weer in de volgende video.